Hi, mijn naam is Gijs Bodenstaf, een van de online video professionals. En in deze video ga ik jou laten zien hoe je heel eenvoudig je YouTube video kunt verwijderen. Als eerste gaan we inloggen op YouTube. Nadat we zijn ingelogd, ga je naar de rechterbovenhoek, naar het icoontje. En klik je, als je meerdere kanalen hebt, op het juiste kanaal waar je video staat die je wilt verwijderen. Klik je op Creator Studio. Dan ga je vervolgens naar Videobeheer. En dan zie je welke video's er onder jouw kanaal hangen. Nou, er zijn een aantal opties om je video te verwijderen. Stel dat je deze 1, 2, 3, 4, 5 video's in één keer wilt verwijderen. Dan klik je hierop. Je gaat op acties klikken. En dan kun je eigenlijk direct in één keer alle 5 de video's verwijderen. In dit geval gaan we dat niet doen. Ik ga één video verwijderen. Stel dat ik deze wil verwijderen. Dan klik je op bewerken. Dan scroll je naar beneden. Dan ga je naar verwijderen. Weet je zeker dat je één video wilt verwijderen? Ja, dat wil je. Let op, de video is dan ook wel definitief uiteraard verwijderd. En je ziet, de video is verwijderd. Dan zijn er ook nog een aantal andere opties om de video te verwijderen, maar wel dat die verdwijnt. Dus stel dat je deze video niet wilt verwijderen, maar je wilt hem tijdelijk of permanent gewoon even onzichtbaar maken. Dan klik je op bewerken. Dan ga je naar informatie en instellingen. En dan zie je hier rechts dat hij nu uiteraard op openbaar staat. Maar dan zijn er ook nog andere opties. Je kunt hem privé zetten. Stel dat je je video privé zet, dan kan niemand in principe op YouTube je video in principe zien. Tenzij je mensen specifiek voor jouw video hebt uitgenodigd. Overigens, op het moment dat je een video privé zet, kan het enkele uren tot soms wel 24 uur duren voordat hij uit het geheugen is, uit de cache van YouTube. Dus dan zie je hem nog wel, maar na verloop van tijd en refresht het algoritme van YouTube. En dan is jouw video inderdaad ook echt privé. Stel dat je deze wilt privé zetten. Je drukt op wijziging opslaan. Heb jij na het bekijken van deze video nog steeds vragen over hoe je een YouTube video kunt verwijderen? Stel je vraag hieronder en ik ga je vraag beantwoorden. Vond je deze video nuttig? Geef ons even een like en abonneer je op dit kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Weet je nog niet hoe je een YouTube video kunt uploaden? Bekijk dan deel 8. Of natuurlijk het volgende deel in deze cursus, deel 21, een YouTube video downloaden. Of het deel daarna, deel 22, je YouTube naam wijzigen.